hi, daar zijn we. Nieuwe review op de PDK. Vandaag staan we in Hasselt in België. Een van de grootste kermissen hier in België. Er ging wel eens verhaal dat het zelfs de grootste kermis zou zijn. Nou, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er dit jaar een knappe, hele goede editie staat hier in Hasselt van de kermis. Hoe goed die is en wat er allemaal verbeterd is ten opzichte van vorig jaar, ga ik je nou laten zien. Want vorig jaar was het een beetje een magere editie. Zeker als je vergelijkt met de jaren daarvoor. Maar ik denk dat ze terug zijn, beter dan ooit tevoren, mensen. Nou, we gaan beginnen. Let's go. Welkom bij de review. Wij starten op het nieuwste plein van de kermis met de draaimolen Popeye. Het plein wat overigens vorig jaar nieuw erbij betrokken is. Omdat de wegwerkzaamheden waren op de plaats waar normaal gesproken de kermis staat. Stond toen. Nou, het plein is er dus bijgebleven. En we zien hier dus deze zaken allemaal staan. Buggybaan. En we zagen laatst nog in Luxemburg, nu hier weer, de Magic World 2-etage versie van Cut In. Dan komen we de Speed Surf tegen. Heb ik al hallo gezegd trouwens. Nou, dan zeg ik het nou even. Hallo aan mensen. Het is een super racer gebouwd bij Sobema. Hier in België, Sobema wat tegenwoordig niet meer bestaat. Maar de superracers zijn nog overeind, hoor. En de gondels ook. Nou ja, overeind. Bijna over de kop, dat zie je natuurlijk wel. Frituren en België. Het is eigenlijk iets wat gewoon één is, hè. En hier kan je natuurlijk lekker op. En neer. En op. En in de trampoline draaien we door, zien we nog een konvooi staan. Naast die konvooi dan weer de cakewalk van Roels, die een nieuwe kassa heeft. Ik zal even laten zien, mensen. Kijk eens even, schitterend. En zo ben je ineens beland in Orlando. Daar gaan Raymond en ik binnenkort naartoe. Naar Orlando voor iets speciaals, mensen. Binnenkort meer in de podcast. Daarnaast de autoscooter dan weer. Nou, wat je daar gaat doen, dat weten de mensen allemaal wel. Lekker hotsy botsy botsy, mensen. Hotsy botsy botsy. Is niet te geloven. Dat doen die Belgen overigens ook wel eens op de normale weg. Want ja, Belgen kunnen gewoon niet rijden. In Hasselt houden ze wel van op en neer gaan, want kijk, hier kan je ook weer op en neer gaan, mensen. Dit is echt een plein, en de pleinen hier in België die staan meestal naar buiten opgesteld in plaats van naar binnen zoals je in Nederland ziet. Ja, dat is hier gewoonlijk, maar niet het meest sfeervolle vind ik. Ik vind dat het mooi als het naar binnen staat. Maar goed, het is nou eenmaal een gewoonte hier in België. En die Belgen houden graag vast aan gewoonte. Dus het zal ook niet zomaar gaan veranderen hier. Aan de andere kant staan er ook nog zaken, zoals daar de toboggan van Roels. Een frituurke hier, kijk eens even, die hebben veel te doen, hè. Wat is dit eigenlijk? Een heel stadion. Als bedoelen de Maximo, schitterende bedoelen, een van de mooiste bedoelers hier in België, die bijna rug staat met de speedsurf. Wat zien we hier? De Maximo. Zien we daar de speedsurf. Een van de weinige dingen die anders zijn daaraan is de swingende gondels bij de speedsurf. Maar allebei hebben ze hier toch redelijk druk. Ja, en gasgeven kunnen ze hier ook wel bij die Maximo. Hij draait altijd leuke ritten. En er zitten ook altijd leuke shows bij. Lunastar. Nou, en ik ben nog niet eens binnen geweest, mensen. Je kan lekker aan je touwtje laten trekken.
touwtje trekken en het is ook tegelijk vijf eentjes vissen in één. Nou Kevin, daar kan je lol op, zou ik maar zeggen. Nou, we zien hier nog al lopend plein 1. Plein 2, dat is eigenlijk alleen maar deze weg oversteken die ze mooi afgezet hebben dit jaar. Waardoor er geen verkeer overheen kan. En dan heb je daar plein 2. Nou, let's go baby. Als eerste grote maakzaal komen we tegen de Wild Mouse van Buffkes op dit plein. Even wachten op de metro. Oh, daar komt die mensen, dat is niet te geloven. Je loopt dan recht tegen de XXL van Dordremol op. Een XXL even gebouwd bij KNG die we laatst nog tegenkwamen in Luxemburg. Ze hebben het plein een beetje veranderd hier, waardoor de shake, nou daar achterop staat de shaker van Tetivo Sepiri. Nou, daar gaan we hoor. De shaker heeft vorig jaar natuurlijk de beste showprijs van de PTK gewonnen. Staat te shinen voor de kassa raam. En hij dacht, ja, dit jaar, ik ga hier even uitpakken in Hasselt. Een heel trustdak met allemaal moving heads erin. De spots van Kjell die bovenop hangen. Een discobal. Het is echt niet te geloven mensen. Ik ga overdag zo weinig mogelijk filmen. En vanavond zal ik er nog een shotje in gooien, want dit is vet mensen. Dit is de shaker, de winnaar van de PTK Beste Show Award 2023. Zal die dit jaar weer winnen? Ondertussen is het avond, de DJ is begonnen met draaien. De lampen staan allemaal aan, de rook wordt verdeeld. De dikke laser daarachter staat ook aan. Er loopt een persoon dwars door beeld. En dat betekent de show, it's gotta be the start, baby. Just to breathe. Kijk eens wat een show. Fantastisch man. Moving heads en CO2 kanonnen, dat hangt in het trustdak. Disco ball daar. Ja. Hier wordt uitgepakt mensen. En dat allemaal als extra special effecten naast de dingen die er al waren hier. Weer lekker eentjes vissen. Dames, klik deze video maar weg, want ik stuur ze gewoon naar je toe hoor. De dick pics.
Hij gaat daarboven, dat zei ze vannacht ook nog. Het is de Heroes Tower van Baudet. Dat is niet Jerry. Het is een AK Ride-toren van 32 meter hoog. Hij is nieuw voor Hasselt dit jaar hier, want daar staat hij voor de eerste keer. 32 meter is wel het puntje van de toren. Ik heb dat overigens nagemeten. Niet dat je denkt dat ik dat zo met de lucht grijp. Nee, ik heb het helemaal nagemeten. En de vluchthoogte is ongeveer 24 meter hoogte. Het mooie aan deze torens is voor de exploitant dat het helemaal uitklapbaar is. Het zit allemaal op één trailer. En dat is natuurlijk lekker makkelijk, hè? De vaste tent voor de zangeres onderaan. Mexico. Mexico. Oh, schitterend, hè? Aan de buitenrand dan ook allemaal kramen die we hier zien. Hier bijvoorbeeld een schiettent. Penalty schieten. En dan hebben we daar nog de Elliot als familieachtbaan. Dan gaan we zo meteen daar door de poort naar de rest van de kermis. Botsje, botsje, botsje voor de allerkleinste van hier. Een mooie miniscooter is dit. Schitterend ziet hij eruit. En dan niet zo ver van de ene familieachtbaan komen de tweede familieachtbaan weer tegen. Dragon. De beste Tivoli remix die ik ken staat hier ook weer. Het is de technopaal van Stappers. Hij is snel, hij is variabel en dat is wat zo'n technopower moet hebben. Hij ziet er ook nog eens goed uit. Gebouwd is bij Tivoli in Engeland. Race hier voor in Frankrijk. Maar nu al een aantal jaar van Stappers. Ja, en die doet het zo goed. Dat ik toch wel een beetje verliefd ben op deze zaak. Zwaar! It's showtime, baby! Nou, dat is altijd, als je naar mijn video kijkt, is altijd showtime. Maar hij staat hier als Funhouse. Jaren op dezelfde plaats, hier in Hasselt. En zo ook dit jaar weer. Het is een storm op zee bij de Sea Stormbaan van Lioness. Lekker in een bootje zitten en hij gaat alle kanten op mensen. De kommels kunnen dus in verschillende standen gaan staan. Dat verwisselt het dus onder de rit. Kan je zien ook gebeuren, dan staan ze weer langs de zijkant. Het is een familieattractie voor Mini en Maxi. Sterker nog, op de plattegrond van de kermis in Hasselt stond hij als kinderzaak. Oh, het is gewoon een kinderzaak, mensen. Als smashing jumper, de Air Max jumper van Dortramal. Het is dus een smashing jumper gebouwd bij BM Performance Ride. Die hier al jaren staat op deze plaats. Het is een goede smashing nu op deze Air Max. Er gaat natuurlijk geen kermis voorbij hier in Hasselt. Op deze staat er wel. Het is de Double D. En dat is niet... dat is het niet. Nee, het is niet dat je bij... dat je iets staat uit te zoeken. En dat dat Double D is. Nee. Dames, zo zijn wij niet. Het is de Decadence. Van Piet van Wijk. Ja. Die dus. De enige hus breakdance nog hier in België. Here we go, word ik net. De rest zijn het allemaal Sobema's. Of Fabri's. Of Tsjechische. Een beetje avondbeelden van de Decadence. Overigens Johnny B. achter de knoppen hier bij de Decadence.
Dat is geen crimineel, maar dat is zijn DJ-naam als ik het goed heb. Ready up, acceleration, vibration, here we go! En dat is oude tijden herleven, want vroeger was hij altijd operator bij de TKRN's. Dus sinds een tijdje zie ik hem af en toe weer terug. Dat zie ik dan op filmpjes op social media. En nu draait hij dus vanavond hier ook in Hasselt. Vroeger waren dat altijd keigoede shows bij hem. Dus we maken een paar beelden om te kijken of het nog zo goed is. Was anders zo lekker. Daar nog wat zaken, die slaan we eventjes over. Die ga ik helemaal niet laten zien ook overigens, want dat zijn maar een paar spelzaken. En dan weer hier, als je van 500 dekkers komt, nog een buggy. Het is zaterdagmiddag mensen. Het is prime time natuurlijk voor kermisexpertanten. Ja, dat zie je wel hè. Gewoon lekker dicht laten. We geven verder om man, heerlijk lekker uit eten gaan. Zaken dicht houden. Kan alleen maar hier in België of in Frankrijk. Snel filmen voordat hij klaar is, want hij geeft korte ritten namelijk. Het is de Speed XXL. Een speedbooster gebouwd bij KMG. Daar hebben ze er twee van hier in België. Allebei geven ze korte ritten weg. Zo ook dus deze. Voor de prijs van 8 euro. Nieuw bij de Speed zijn deze kanonnen, maar dat mag ik wel zeggen, van Moving Heads. Hier eentje en aan de andere kant ook eentje. Dat kan best vet zijn als ze vanavond zo'n beetje kruislinks zo naar boven gaan. Ja, dat lijkt toch een beetje alsof je in Hollywood bent mensen. Ja, wippen kan je hier ook in Hasselt, ongetwijfeld, maar zeker hier in de freestyle. Tweede funhouse, Villa Chaos. Een funhouse met een gigantisch groot waterparcours aan de voorkant. Een van de beste van België naar mijn mening. De No Limit van Van Reken komen we dan tegen. Een Mondial Furioso. Die van een Nederlander is, maar bijna nooit in Nederland zichtbaar is. Wel één keer hier in België dus. Normaal gesproken reist hij altijd in Duitsland. Het is het kleine broertje of zusje van de Capriolo. Wist je dat hier ook een liedje over gemaakt is op deze attractie? De tekst gaat als volgt. No, 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 no. No, 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 no. No, no, there's no limit. Ah, dat is interessante informatie. Krijg je natuurlijk alleen maar hier. Op de Pettica mensen.
heb je dus heel die straat waar we uitkomen. Dan zeggen we al jaren eigenlijk van ja, het zou mooi zijn als er eens een keer een echte kopzaak staat. Nou, dat staat er dit jaar. En namelijk in de vorm van de take-off. Nou, ik zou zeggen, wij zijn gewoon ready voor take-off hoor. Ja, en dan zeggen wij natuurlijk maar één ding. En dat is allee-hop. Ja, dat is de spreuk natuurlijk van de familie Smit. Daar staan zij bekend om, hè? Om de spreuk allee-hop. Take-offs worden namelijk gebouwd, trouwens gebouwd bij Hus. In Bremen was dat een bedrijf. Die heel veel kermisattracties gebouwd heeft, onder andere de breakdance dus. Dat is een van de populairste zaken die Hus gebouwd heeft. Maar ook dus deze take-offs. De take-off moet hebben van zijn G-krachten, dat krijg je op dit moment van de rit. Alle krachten komen dan aan de buitenkant te liggen. En dat noemen ze dus G-krachten. Ja, je moet dat eens een keer ervaren. Dus heb je nog gedaan, doe eens een keertje. En dat was de kermis in Hasselt 2024, ja mensen, het was mooi, het was heel mooi. Ik denk de beste editie Hasselt sinds dat ik hier kom. Zeg ik dat goed? Ja, ik denk het wel. Mooie toevoeging van de Heroes Tower, de take-off, het andere plein wat ze vorig jaar erbij betrokken hebben. Heel veel sfeer, meer sfeer als die lange straat. Die straat die ingekort is en waar de kopzaak de take-off straat. Ja, toppie mensen. Het andere plein ook. Prachtig met die techno power. Ja, het is gewoon een mooie editie dit jaar. Ja, ik heb natuurlijk niet voor niets zo lang gewacht met de auto opnemen. Ik heb expres gewacht totdat het avond is om de show mee te nemen. En mensen, daar gaan we het gelijk even over hebben. Ik heb ouderwets genoten van de decadence. Wat zeg ik? Ouderwets genoten. Ik heb nog meer genoten als dat ik ooit in real life gedaan heb van de decadence. Dit was het ouderwets gevoel zoals ik de decadence op internet vroeger nog heb leren kennen. De tijd van Ruben Koet, dat Ruben Koet nog speciale video's maakte in Antwerpen met Johnny B. achter de knoppen. Mensen, ik heb het vanavond helemaal teruggezien. Het was vol power, vol vuur. Het was spectaculair. Natuurlijk kan je eigen afvragen, is het allemaal nog bij de tijd? Moet het niet allemaal een upgrade krijgen? Maar het was ouderwets genieten, ik heb er met de stijver gestaan. Maar, deze maar natuurlijk, want ik zeg, ja, is die wel up-to-date? In België is er iets de laatste jaren aan de hand met shows. Denk aan de movie die hier vanavond niet stond, maar denk dan eens even aan die shaker. Hey, shaker. Weet ook hè, de shaker hè? Is kapot leuk man, maar het is wel duur, nee. Duur? Ja man. Ja, maar je bent geen Nederlander? Nee, oh, kijk. Ik ben van hier. Juist, ah, daar valt toch mee? Het is duur man. Hij is duur. Prijzen zijn overdreven, Allah. Beetje korting, snap je? Eerlijk of niet? Ja, nee, korting. Hoe jullie goed, man. Ciao, boy. Kijk, beste, je hoort het. Goeie review ook trouwens. Hij kan het zo overnemen. Laten we dat niet zeggen. Goed, waar was ik over bezig? Die shaker. Ja, mensen, als je dat ziet, hoe die uitgepakt heeft hier. Ja, er is hier wat aan de hand in België qua shows. En dat is fantastisch, grandioos. Dat is voor mij als showspecialist natuurlijk fantastisch. Daarom ook de beste show naar de shaker. Al heb ik genoten van die decadence, toch naar de shaker omdat hij zo uitgepakt heeft. Lezen, CO2 kanonnen, heel lang een trussdak met moving heads erbij. Moving heads op de grond, vlammenwerpers erbij. Noem het allemaal op, goed stemgebruik. Toppie, mensen, ik heb genoten. Abonneer op de kanaal als dat niet gedaan. Volg natuurlijk even de podcast. Ook Marokkaantjes, allemaal lekker kijken. En tot de volgende video mensen. Doei.